mijn beeld op de verslavingszorg is heel erg veranderd. Van tevoren had ik eigenlijk geen beeld ervan. Ik had het idee wat je krijgt vanuit films. Maar wat me heel erg opgevallen is dat de cliënten uit allerlei soorten milieus komen. Ja, het is een hele interessante, leuke doelgroep met heel veel verschillende mensen. Iedereen heeft allerlei verstandelijke niveaus. Het is zo'n afwisselend werk. Als je dat zoekt in je werk, dan is het echt, ben je bij Novadic aan het juiste adres. De werksfeer hier binnen Novadic Kentron ervaar ik als heel erg prettig. We zitten hier met een zestal afdelingen, met allerlei verpleegkundigen en social workers. Het is een hele gemoedelijke, collegiale sfeer. De hoofdtaken binnen mijn functie op verpleegkundig gebied, ja, dat is vooral de monitoring bij de cliënten. Je moet tijdens de anamnese, dus tijdens het opnamegesprek, ga je vragen wat de aandachtspunten zijn, wat voor drugs ze allemaal gebruiken. En daarop voer je verpleegkundig handelen uit. Mensen komen bij jou met hun ontwenningsklachten en met de problematiek die onderliggend is. Ze hebben altijd middelen gebruikt. En daar zijn ze in één keer mee gestopt. Dus ze betreden een onveilige wereld voor hun gevoel. En dan is het voor mij als verpleegkundige ook een taak om ze daarin te begeleiden en de hulp kunnen bieden die ze nodig hebben en een stukje sturing ook moeten geven. Dus dat ze dat je ze niet altijd kan bieden wat ze willen, maar dat ze later dan bijvoorbeeld wel inzien van op dat moment was ik niet zo blij met jouw hulp en je gaf mij niet wat ik wilde. Maar als ik er nou op terugkijk, was dat wel het juiste. En als je dat dan krijgt en je merkt dat je dan echt een samenwerkingsrelatie krijgt, ja, dat is tof. Dat is leuk om te doen.